Sorry dat ik wat aan de late kant ben. Ik ben niet heel goed met Instagram. Ik heb al 8 minuten tegen een scherm aan zitten praten. Maar blijkbaar zie ik nu in ieder geval dat ik live ben. Goedenavond allemaal. Welkom bij deze inspiratiesessie van Brabant Sport. Mooi dat ik jullie vandaag mee kan nemen. En hopelijk een stukje kan inspireren en motiveren. In deze toch wel bizarre tijden. Mijn naam is Marcel Balkenstein. 40 jaar inmiddels het voorrecht gehad om lang voor het Nederlands elftal te mogen hockeyen. Op dit moment ambassadeur bij Brabant Sport, verantwoordelijk voor Team Brabant Sport. En ik heb mijn eigen bedrijf, de MB Hockey School, waarin ik probeer heel veel kinderen te inspireren en motiveren om ook te genieten van hockey en daarin ook beter te worden. Nou, we gaan vandaag toch wel een half uur met elkaar praten. Ik ga een stukje aan jullie vertellen over mijn weg uiteindelijk naar de top. Maar uiteindelijk komen er dadelijk ook enkele andere topsporters hier in deze inspiratiesessie. Dus blijf vooral kijken, want we hebben dadelijk zelfs ook nog een Olympisch kampioen hier in deze inspiratiesessie. En dat is iets, jullie zien hier een zilveren Olympische medaille. Iets waar ik heel erg jaloers op ben, dat ik dat niet kan zeggen, dat ik Olympisch kampioen ben. Nou, voordat ik dadelijk die Paralympische sporter, want daar hebben we het dan over, ook laat deelnemen in deze inspiratiesessie, probeer ik jullie ook een klein beetje te inspireren met mijn verhaal. En waarom met mijn verhaal? Mijn metafoor, winnaars gaan door waar verliezers opgeven, is wel iets wat ik heb meegenomen uit mijn carrière, uit mijn sportieve carrière. Ik ben namelijk begonnen bij Hockeyclub Hezen, een klein dorpje onder Eindhoven. En daar was ik altijd aanvaller. En ik werd bij Oranje Zwart op mijn 20ste gevraagd om daar naartoe te gaan. En ik kwam daar dus ook als aanvaller. En al snel merkte ik dat ik niet goed genoeg was voorin. Dat ik ook niet goed genoeg was achterin, op het middenveld. En dat er eigenlijk nog maar één linie over was waar ik nog kans maakte om uiteindelijk in de basis bij Oranje Zwart te spelen. En dat was de verdediging. En ik bedacht me dat ik de beste verdediger van Nederland wilde worden. Ik wilde de beste verdediger van Nederland worden omdat ik me besefte dat als ik ergens heel erg goed in was, de kans veel groter zou zijn dat ik ook daadwerkelijk zou spelen. Nou, de coaches die keken me eigenlijk lachend aan en ook vragend aan. En die vroegen aan mij, ja, maar Marcel, hoe wil je dat eigenlijk gaan doen? Nou, zoals jullie wellicht weten en iedereen die nu aan het meekijken is, hockey is best wel een vooruitstrevende sport. Zelfs in 2001, 2002 hadden we al de beschikking over een videoanalysesysteem. En ik vroeg aan de coaches van, jongens, zouden jullie mij de beelden kunnen geven van alle aanvallers waartegen ik dadelijk in de hoofdklasse moet gaan spelen? Ze vroegen, ja, waarom dan? Ik zeg, nou, ik vind het belangrijk om te weten hoe die aanvallers uiteindelijk hoe die de ballen aannemen. Of ze, als ze de bal aan de buitenkant aannemen, of ze dan van de 10 keer buitenom gaan, of misschien 10 keer binnendoor. En als ik dat weet, als ik in de hoofden van die aanvallers kon gaan zitten, dan dacht ik, als ik me daar goed op voorbereid, dan ben ik ze eigenlijk altijd een stapje voor. Nou, als tweede punt gaf ik de coaches aan, wil ik eigenlijk op alle trainingen vooral tegen de betere spelers, tegen de internationals staan. En waarom? Omdat ik dacht, als ik die steeds vaker de bal kan afpakken, dan heb ik het dadelijk in de hoofdklasse, waarin over het algemeen toch nog wel iets mindere aanvallers waren, dat ik het dan makkelijker zou hebben. Nou, uiteindelijk ging dat heel erg goed. Ze zagen het in mijn zin zitten en heb ik eigenlijk 3 jaar lang onafgebroken bij Oranje Zwart in de baas gespeeld. Ik werd zelfs in 2005 voor het eerst geselecteerd voor het Nederlands elftal. Nou, en ik ga dadelijk ook wel heel even aan jullie vragen hoe jullie naar de Olympische Spelen of naar het WK kijken. Maar ik keek er altijd met kippenvel op mijn armen naar. Waarom? Ik dacht bij mezelf, hoe mooi zou het zijn als ik ooit het volkslied mocht meezingen. In mijn oranje tenue. Hoe mooi is het om voor je land uit te mogen komen? En ik besefte me in de winter van 2005 dat ik in India voor het eerst in mijn leven dat volkslied mocht gaan meezingen. Nou, kippenvel was het voor 15.000 Indiërs. En het ging eigenlijk best goed. En ik mocht mee in de selectie voor het WK 2006 in Duitsland. Nou, ik mocht mee in die selectie, maar toch merkte ik al best wel snel dat ik niet goed genoeg was. En eigenlijk ook niet paste binnen het Nederlands team. En dat is best wel een harde conclusie eigenlijk. En waaraan merkte ik dat dan? Nou, ik had nooit in de vertegenwoordigende teams gespeeld. Onder 16, onder 18, onder 21. Dus ik kende eigenlijk de andere spelers uit het Nederlands team kende ik niet. Natuurlijk wel van naam, maar niet wie ze waren, wat ze leuk vonden, wat hun interesses waren. En daarnaast was ik echt een bikkelharde verdediger.
Ik schroomde de duels niet. Ik ging tot het randje en soms er wel overheen. En dat waren we in Nederland nou niet echt bepaald gewend. Daarnaast was ik ook niet echt op mijn mondje gevallen, dus ik gaf ook wel snel mijn mening. En dat maakt het niet makkelijk. En ja, waar moet je dan aan denken? Nou, je moet denken dat je naar de hoekvlag toe loopt om de ballen te gaan rapen na een training. En dat je je naam hoort. En je weet zeker dat jouw naam genoemd wordt. En je vraagt, yo, is er iets? En niemand reageert eigenlijk. Zeggen, nee, er is niks. Maar je weet zeker dat het over jou gaat. Nou, dat geeft je een ontzettend onzeker gevoel. Want ja, in een mannenwereld, een macho wereld, je durft jezelf eigenlijk daarin niet kwetsbaar op te stellen. Omdat je denkt, ja, dan haal ik de selectie helemaal niet. Maar het doet natuurlijk heel erg veel met je. En in de aanloop naar die selectie toe, dan voel je wel dat je niet goed hockeyt. Omdat je je niet fijn voelt. En ik viel ook af voor die WK-selectie. Totdat we een keer een meeting met elkaar hadden. En eigenlijk de sportpsycholoog de vraag stelde van, hey, waarmee denken jullie, met welk woord, dat jullie wereldkampioen kunnen worden in 2006? En mijn woord wat ik toen gaf was respect. En hij vroeg of ik daar nog op in wilde gaan. En ik gaf aan dat ik dat niet wilde. Ik was er eigenlijk klaar mee. Ik was afgevallen. Ik ging terug naar Eindhoven, onder de rivieren. Ik had 9 interlands. Het was mooi geweest. En toen gebeurde wel iets belangrijks. Want er werd teruggerefereerd aan een training. Dat ik Roderick Weusthof hard op zijn enkel had geraakt. En dat het toch niet kon. Hè? En wat voor lul ik eigenlijk was. Dat ik dat deed. En sorry voor mijn woorden trouwens tussendoor. Voor de jongere kijkers onder ons, die hopelijk al in bed liggen. Maar uiteindelijk hadden we met elkaar afgesproken dat we open en eerlijk zouden zijn. En als we dat niet met elkaar zijn, wat hebben we dan te zoeken op een WK? En net als dat jullie nu naar deze live-uitzending zitten te kijken, keken er ook in één keer heel veel mannenogen naar mij toe. En toen moest ik eigenlijk wel met tranen in mijn ogen, moest ik eigenlijk wel vertellen dat ik toch wel de respect en waardering miste in het team. En dat ik in het veld heel iemand anders ben dan buiten het veld. En dat was mooi en uiteindelijk ook heel fijn voor mij, omdat ik iets waar ik heel erg lang mee rondliep, uiteindelijk eruit gooide en dat ik het uiteindelijk bij de anderen had neergelegd. En voor het eerst in mijn carrière eigenlijk in het Nederlands team voelde ik wel respect en waardering voor het feit dat ik me zo kwetsbaar opstelde. Nou, ik werd niet meteen weer geselecteerd voor het Nederlands team. Het was niet zo van goed gesprek en we gaan door. Nee, maar het gaf me wel energie om uiteindelijk toch nog meer uit mezelf te gaan halen en kijken of ik toch nog een tweede kans zou krijgen in het Nederlands team. Nou, die tweede kans, die kwam er 3 jaar later. Net na de Olympische Spelen van Beijing kwam er een nieuwe bondscoach en die selecteerde mij. En eigenlijk 3 jaar lang, onafgebroken, speelde ik alles in het Nederlands team. Tot precies een jaar voor de Spelen, want een jaar voor de Olympische Spelen van Londen, toen scheurde ik mijn Achillespees af. En voor degene die nu kijken of degene die later terug gaan kijken. Is een blessure die niet heel erg veel pijn doet, maar wel heel erg vervelend. Want er staat 6 tot 9 maanden herstel voor. En dan breekt een hele onzekere tijd aan. Want 1. Word ik nog wel fit? 2. Als ik fit word, haal ik dan nog wel mijn niveau? En als ik mijn niveau haal, 3. Gaat de bondscoach mij dan nog wel selecteren? Nou, tot overmaat van ramp ging toen ook mijn relatie over van 10 jaar die ik dan had. En dat heeft natuurlijk ook een impact op je leven. Werken deed ik op dat moment niet. ABN AMRO, waar ik ze nog steeds heel erg dankbaar voor ben, heeft mij in 2007 de mogelijkheid gegeven om naast mijn sportieve carrière ook een maatschappelijke carrière op te bouwen. En die gaven mij, op het moment dat ik geblesseerd raakte, gaven mij de mogelijkheid om me volledig op mijn herstel te richten. Maar dan zit je natuurlijk ook veel thuis en dan ga je ook nadenken. En dan denk je na en dan vraag je jezelf af, oké, welke pijlers zijn nu heel erg belangrijk in mijn leven? En dan denk je, het hockey, het werken, mijn relatie, familie en vrienden. En ik besefte me eigenlijk dat op dat moment, werken deed ik niet, want de ABN AMRO had me vrijgesteld. Het hockey kon ik niet, want ik was ver geblesseerd. Mijn relatie was over. En toen gebeurde voor mij het ergste wat mij ooit is overkomen in mijn leven. En dat is dat mijn broer, mijn enige broer, plotseling kwam te overlijden. Super heftig en heel erg verdrietig. We hebben dezelfde vriendengroep. We hebben dezelfde interesses. Alleen hij heeft uiteindelijk altijd voor de biertjes gekozen waarin ik koos voor de topsport. En het moeilijke daarvan was natuurlijk is dat zo'n enorme impact op jezelf heeft. Maar uiteindelijk heeft het me ook veel kracht gekost.
En dat bedoel ik ook met de metafoor die ik vaak gebruik, dat winnaars gaan door waar verliezers opgeven. Tuurlijk heeft het hier niet met een wedstrijd te maken, maar het heeft er wel mee te maken dat ik heb geprobeerd om toch nog het positieve eruit te halen. Zo haalde ik het positieve eruit dat hij altijd tegen mij zei dat de Olympische Spelen ook iets van ons samen was. Want hoe mooi zou hij het vinden om met onze vrienden naar het Holland Heinekenhuis toe te gaan, om lekkere biertjes te drinken, om uiteindelijk samen met mij op het einde van het jaar, op het einde van de Olympische Spelen, te proosten met een mooie medaille. En juist dat gegeven heeft me in die aanloop naar de Spelen, toen de selectie dus nog bepaald moest worden, heel erg geholpen. Elke keer als ik het zwaar had, dacht ik bij mezelf, ik kan niet opgeven, ik moet doorgaan, want ik wil naar die Olympische Spelen toe. Het mooie was toen wel, we hadden Paul van As als bondscoach, dat ik toen zo onzeker was of ik wel mee zou gaan, dat ik een keer naar hem toe ben gegaan. En ik ben toen naar hem toe gegaan en ik heb aan hem gevraagd, Paul, ik wil gewoon naar die Olympische Spelen toe, maar hoe? Help me. En hij zei toen tegen mij van, Marcel, weet je, jij moet zorgen dat je de beste Marcel kan zijn die je kan zijn. Nou ja, op dat moment dacht ik bij mezelf, ja, wat zeg jij nou, daar heb ik helemaal niks aan. Maar nu later besef ik me wel wat hij daarmee bedoelde. Want op 5 juli 2012 zouden we gebeld worden door Paul van As, tussen 5:30 en 5:30. Ik koos ervoor om samen met Bob de Voogd naar de Tour de France te gaan en om in een volgauto te zitten. Samen met Richard Plugge, nu de teambaas van Jumbo-Visma. Want wij dachten, dan hebben we een beetje afleiding. Nou, en wat we deden is, we zaten in die volgauto omdat we dachten dat we de afleiding hadden. Maar eigenlijk hebben we de hele tourrit gehad over of de bondscoach eerst de afvallers zou bellen. Of dat hij eerst de mensen zou bellen die mee zouden gaan. En na 7 uur koers waren Bob en ik, maar ook Erik Breukink en Richard Plugge, dat het over eens. Dat we zeiden, ja, volgens mij gaat hij toch wel eerst de afvallers bellen voordat hij degene belt die uiteindelijk meegaan. Om 5:01 ging de telefoon van Bob de Voogd. Wij bang dat Bob af zou vallen, maar Bob mocht mee. En ik zat ernaast en ik kreeg ook de telefoon in mijn hand gedrukt van Bob. Het mooiste wat Paul mij zei was, hij zei, Marcel, jij gaat mee naar de Olympische Spelen. En je hebt jezelf opgesteld. Tuurlijk hoorde ik op dat moment alleen maar, je gaat mee naar de Spelen toe. Maar later besefte ik me pas wat hij bedoelde. Want hij zei, Marcel, je hebt jezelf opgesteld. Jij bent de beste Marcel geweest die je kon zijn. En daarom neem ik je mee. Je hebt in hele moeilijke omstandigheden laten zien dat je uiteindelijk daarmee om kan gaan. En dat is ook wat we nodig hebben dadelijk op de Olympische Spelen. En waarom wil ik dit graag met jullie delen? Is omdat ik er gewoon heilig van overtuigd ben dat je uiteindelijk jezelf altijd opstelt. Ook in deze tijd, waarin het lastig is misschien qua corona, maar in heel veel andere zaken. Uiteindelijk met een bepaald talent wat je hebt, kun je soms op de korte termijn teleurgesteld worden. Ik werd teleurgesteld dat ik niet mee mocht naar de Olympische Spelen in Beijing in 2008. Ondanks dat ik op dat moment misschien wel de betere verdediger van Nederland was. Maar uiteindelijk heb ik doorgeknokt en heb ik uiteindelijk een kans gekregen. En heb ik mezelf opgesteld in de aanloop naar de Spelen toe. Nou, we speelden een fantastische speler. We hadden een heel erg mooi en hecht team. En vooral had ik een hecht team, omdat we ook de dingen juist durfden te zeggen die niet goed waren. En voor mij een beladen 2012, omdat het was een paar maanden nadat mijn broer overleed, met mijn ouders op de tribune, met uiteindelijk mijn vrienden die er waren, en uiteindelijk een mooie zilveren medaille, die we in het Holland Heinekenhuis goed gevierd hebben. En uiteindelijk, als ik terugkijk naar mijn carrière, hockeycarrière, maar ook in de fase waarin we nu zitten, dan ben ik er dus echt nog steeds van overtuigd dat wanneer je uiteindelijk toch doorzet waar je op kan geven, dat je uiteindelijk toch wel vaak bereikt wat je graag wil bereiken. En ik vond het mooi in ieder geval om dit kleine stukje achtergrond van mijn sportieve carrière ook een stukje mee hier naartoe te nemen. Om jullie ook een klein beetje te inspireren dat je geen goede wedstrijd hebt gespeeld als je geen pijn hebt geleden. En ik heb toch wel pijn moeten leiden om uiteindelijk die goede wedstrijd echt te spelen. En ik speelde mijn beste spel, denk ik, op de Olympische Spelen. Hoe mooi is dat met gedachten van mijn broer daarachter, en dat je dan een mooie zilveren plak kan krijgen. Maar, dit zeggende, ga ik nu iemand anders ook aan jullie aankondigen. Natuurlijk mogen we straks ook, kunnen we straks ook gewoon vragen tussendoor stellen. Dat is geen enkel probleem. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi om nu hier iemand te gaan toevoegen. En dan moet ik heel even goed gaan kijken hoe ik dat kan gaan doen. Maar ik ga jullie ook heel even Sanne Voets introduceren. Sanne Voets is niet alleen Europees kampioen, is niet alleen wereldkampioen, maar is ook Paralympisch kampioen in 2016 geworden in Rio. En hoe mooi is het om met haar te kijken
of zij ook in zo'n moeilijke fase heeft gezeten. Dus ik ga Sanne heel even proberen toe te voegen. Kijk, Sanne, goeie avond. Hey, hallo Marcel. Wat leuk dat jij ook heel even hier tijdens deze inspiratiesessie komt. Ik heb net een klein stukje van mijn verhaal mogen vertellen. Maar ja, ik kan wel zeggen, Sanne, dat hè, over tegenslagen gesproken, maar ook hele mooie momenten, dat ik bij jou in ieder geval ook wel aan het goede adres ben. Dus ja, ik ben eigenlijk benieuwd, Sanne. Ik heb gelezen op jouw website dat, hè, en daarvan ken ik je ook wel, dat je niet moet denken in problemen, maar in oplossingen. Nou zitten we ook in deze tijd dat we eigenlijk problemen hebben van corona, maar ook in oplossingen moeten denken. Maar heel even terug. Sanne Voets, Europees kampioen, wereldkampioen, Paralympisch kampioen. Maar in 2001, daar begon het eigenlijk, had je dan nooit durven dromen, toch? Nee, ja, eigenlijk begon het natuurlijk al eerder met het virus van een ander soort virus dan waar we het nu steeds over hebben. Met het paardenvirus dat oversloeg toen ik een klein meisje was. En echt in katzwijn viel voor het paard en ponies en in het algemeen en aaien en worstelen en vlechten. Dat was mijn grootste hobby. En daar kwam, ik ben op enig moment aan het paardrijden gegaan. Mijn ouders gingen op een gegeven moment overstag. Na heel lang zeuren mocht ik naar de manege, mocht ik op paardrijles. En inderdaad, toen ik volgens mij 15 even uit mijn hoofd was, toen ben ik gevallen met mijn pony destijds. Die ging eigenlijk te hard door de bocht op een gladde ondergrond, waardoor die plat door de bocht ging. Uitgeleed. Mijn been zat toen tussen paard en de grond. En dat is geen aanrader, kan ik je vertellen. Daar kan best wel wat stuk gaan. Er zijn een heleboel operaties opgevolgd. Het heeft wat botschade, wat gewrichtschade, zenuwschade opgeleverd. Dat zorgt er eigenlijk voor dat mijn functie en kracht in mijn benen, dat was sowieso door een aangeboren afwijking al een beetje minder. Maar dat is nu aan de linkerkant helemaal een stuk erger geworden. Ja. Maar als ik op mijn paard zit, heb ik 4 gezonde benen, zeg ik altijd. Nou, heel goed. Ja, dat blijkt ook wel hè, met alle successen die je hebt behaald. Maar wanneer besefte je eigenlijk wel dat je uiteindelijk wel weer de mogelijkheid had om in ieder geval toch wel weer een stukje aan topsport te doen? Wanneer kwam die driver eigenlijk dan wel weer in terug? Nou, ik denk dat het voornaamste, dat kwam eigenlijk in stapjes hoor. Dat was niet echt één moment. Het was toch wel heel erg, die liefde voor het paard, die zat gewoon heel diep. En na mijn ongeluk wilde ik eigenlijk vooral gewoon heel graag weer mijn pony aaien. En hem weer gaan borstelen. En hoopte ik gewoon iedere keer als ik in het ziekenhuis was geweest, bij de arts was geweest, dan vroeg ik wanneer mag ik weer paard rijden. En op een gegeven moment werd dat enthousiasme werd wel behoorlijk gedoofd door te zeggen van nou Sanne, ik denk niet dat het verstandig is dat je überhaupt nog ooit op een paard stapt. En dat was wel een. Dat was misschien wel het diepste gat waar ik toen in. Dat hele ongeluk was vervelend. Maar je gaat er toch eigenlijk altijd wel van uit dat het goed komt. En als dan zo'n arts ineens gaat zeggen van nou, paardrijden, dat doe maar niet meer. Dat was veel erger, denk ik. Ja. Hey, en dan nu? Oh ja, de eigenwijs. En het virus, wat ik zeg, dat virus dat zit in je bloed. En dat gaat er niet meer uit. En als je altijd maar dat verlangen blijft houden, dan waarom zou je het dan niet doen? Alleen maar omdat het gevaarlijk is. Ik bedoel, je stapt ook in de auto, we gaan ook in het vliegtuig. Dus. Hey, en dan zijn we nu, Sanne, 19 jaar verder. Hè? Dan ben je Olympisch kampioen, dan ben je wereldkampioen, dan ben je Europees kampioen. Dan vind je het nog steeds leuk. Ja, dan blijkbaar heb je nog steeds dat verlangen. Maar goed, dan komt corona natuurlijk. Hè? Jij dacht ook vorig jaar Paralympische Spelen Tokio. Hoe ga je daar nu mee om dan in die coronatijd? Want weet je, ook voor jou zijn veel dingen veranderd. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, natuurlijk. Wij lagen eigenlijk op ramkoers om in Tokio opnieuw goud te winnen. Voor mij is dat wel zeg maar, iets ultiems. Dat is de manier om jezelf onsterfelijk te maken. Je hebt goud winnen en de beste worden en de beste blijven. En nog een keer goud winnen op te spelen, dat zou dat was voor mij wel echt het aller. Dat lijkt voor mij wel het allerhoogst haalbare. En we lagen gewoon op koers. En we zouden een nieuwe kuur op muziek presenteren op Indoor Brabant.
een jaar geleden, op 12 maart zou dat zijn. We zouden Indoor-Brabant mogen aftrappen. Nou, en daags van tevoren kregen we. Nou, nee, een paar dagen van tevoren begon het al wel te rommelen. Dat er dingen zonder publiek moesten gaan gebeuren. En dan voel je hem wel aankomen van, hey, waar gaat dit naartoe? En tegelijk heb je nog geen flauw benul van wat eraan, hoe de omvang zou zijn van deze crisis. En nou ja, daags voor de opening van Indoor-Brabant kregen we telefoon dat we niet mochten komen. Dat er echt alleen nog maar de internationale rubrieken, dat die doorgang konden vinden zonder publiek. En uiteindelijk werd dat ook last minute gecanceld. Ja, en we weten wat er daarna volgde voor heel, nou, niet alleen heel Nederland, maar ook gewoon de hele wereld. En dat is bizar, dat is heel verwarrend. En ik denk, jij vertelde net het verhaal over het overlijden van jouw broer. En ik denk dat het misschien op zekere hoogte wel vergelijkbaar is. Dat je zo vol je focus ergens op hebt staan. En dat er ineens iets tussendoor fietst waar je totaal geen rekening mee had gehouden. En wat zo'n enorme impact heeft op jou en op je focus. Tegelijk lijkt het, is dit natuurlijk gedeelde smart. En is het in dat opzicht veel minder erg. Ik bedoel, jij stond in feite alleen in jouw verdriet en jouw hele team ging door. En de hele hockeywereld ging door. En corona treft ons allemaal. Dat zet iedereen, houdt iedereen aan de grond in feite. Ja, want hoe zit dat nu voor jou, hè? Want we gaan dadelijk, ik zie dat ook nog een van onze andere, hè, misschien onbekend, maar Kevin van Ekert zit in ieder geval op dit moment ook hier in deze inspiratiesessie. Misschien ook wel leuk om die dadelijk ook nog heel even aan het woord te laten met een sport die eigenlijk denk ik over een x aantal jaren bij iedereen heel erg bekend is. Natuurlijk de urban sport waar we in komen. Maar heel even het vooruitzicht voor jou van Tokio. Wat mogen we uiteindelijk dadelijk van jou verwachten? Hoe sta je ervoor? Ja, so far so good. We gaan komende zaterdag voor het eerst in een hele lange tijd weer op wedstrijd. En dan weer klein beginnen en rustig aan doorbouwen richting die grote evenementen. Voor zover die er zullen zijn natuurlijk. Want ja, die kalender, hoe die er nu uitziet, we weten niet hoe dat die eruit blijft zien. Er worden steeds meer dingen geschrapt natuurlijk. Maar we weten inmiddels wel ons programma voor het komende seizoen. Wat onze wedstrijden zullen zijn in opmars eigenlijk naar Tokio. En ja, wat mij betreft, het doel is onveranderd. Dus wat mij betreft gaan wij naar Tokio en gaan we daar doen waar we aan begonnen zijn. Het verlangen naar een tweede gouden medaille is nog steeds ontzettend groot. Laatste vraag van mijn kant. We zijn natuurlijk ook een beetje om te inspireren en motiveren. Even kort, want ik weet, je bent net als ik lang van stof natuurlijk altijd, hè? Daarvan kennen we elkaar goed. Dus het is nooit stil als wij met elkaar spreken. Maar Sanne, heel even kort, als je zegt, hoe ben jij deze tijd nu toch nog goed doorgekomen? Hoe heb jij ervoor gezorgd met uiteindelijk de slogan die je hebt, niet denken in problemen, maar in oplossingen? Wat heb jij er uiteindelijk toch nog uitgehaald, waardoor je uiteindelijk dadelijk in Tokio er toch nog beter voor staat dan dat je er afgelopen 4 jaar voor had gestaan? Nou, ik zie daar toch wel een parallel in wat jij net zei. Toch gaan kijken van als je op de rem moet gaan trappen, kijken wat is nou echt belangrijk, waar word je nou echt gelukkig van? Wat zijn nou echt de belangrijke pijlers in je leven? En misschien dat ik daardoor nog wel mezelf bewuster ben geworden van het feit dat ik de paardensport en paardrijden gewoon onwaarschijnlijk leuk vind. Dus het is voor mij ook helemaal niet een opoffering om door te blijven trainen en om door te blijven gaan en om elke dag. Nou ja, opnieuw op te staan en mijn paarden te voeren en te verzorgen en te trainen. En ik word daar gewoon heel gelukkig van. En hoe mooi is het als je dat elke dag mag doen? Dat je elke dag gewoon mag doen wat je het allerliefste doet. Dus dat plaatst dingen toch wel weer in perspectief. Ook al heb ik ook mijn slechte dagen en mijn slechte momenten. En is het gewoon zwaar. Ja, zeker. Nou, dankjewel, Sanne. Ik ga zo eens kijken of Kevin nog steeds in deze. Ja, hij zit er nog steeds in. Die ga ik zeker nog heel even vragen, deze inspiratie. Ik ga jou zeker danken. Ik denk ook namens degenen die aan het kijken zijn. Dankjewel daarvoor. Altijd denk ik heel inspirerend om een Paralympisch kampioen, waar we uiteindelijk misschien, als we daar wat meer over nadenken, dan spreek ik voor mezelf, nog misschien ook wel net iets meer waardering, respect voor hebt met alles wat je al hebt moeten doen om uiteindelijk daar te komen met je verschillende. Dus dankjewel Sam en wij gaan elkaar zeker spreken. Top. Dankjewel, Marcel. Dankjewel. Ja, dan ga ik toch nog heel even kijken, want ik zie dat Kevin hier weer terug is. En ik ga kijken of ik die
weer gewoon kan uitnodigen. Want zo kunnen we dat gewoon. Ik word nog bijna Instagram. Kevin. Ik hoop dat hij mij accepteert. Maar dat zal toch wel. En anders blijf ik gewoon doorpraten. Nou, ja. Kevin, hi, goeie avond. Hey, goedenavond. Goeie avond. Hi, hallo. Mooi dat jij gewoon met ons mee gaat kijken. Ik introduceerde Ja. net Sanne Voet, zoals jij hoorde, met Europees wereldkampioen, Olympisch kampioen. Maar in de sport die jij doet, denk ik dat we over een aantal jaren nog veel meer van jou weten dan dat jij ons nu gaat vertellen in ieder geval. Want vertel heel even wat je doet, wat je bezig bent. Ja, ik ben dus Kevin en ik rij WCMX en dat staat voor Wheelchair MX. Dat is eigenlijk hetzelfde als BMX skaten, maar dan met een rolstoel. En dat ja, op skatepark. En dat, daar ben ik in 2016 ben ik daar mee begonnen. En in 2018 ben ik voor het eerst wedstrijden gaan rijden moet ik het goed zeggen, in Hamburg, in Duitsland. En ja, dat is eigenlijk zo goed bevallen dat ik daar mijn eerste wedstrijd ja, de eerste plaats wist te behalen. En het is eigenlijk een ja, vrij onbekende sport. De sport is overkomen wij vanuit Amerika. Vanuit ja, Aaron Wheels. Die rijdt ook voor Nitro Circus, Mega Rams, skatepark en al dat soort dingen. En dat heeft mij eigenlijk zodanig weten te inspireren. Dat ik zoiets had van ja, dat wil ik ook gaan doen. En in 2016 ben ik naar een wheelchair skills event geweest van Keesje van de Klooster. Dat is ook een oud Paralympische skier. Hij zit ook in een rolstoel. Hij geeft ook, hoe moet ik het zeggen, ja, rolstoelvaardigheidslessen aan kinderen, volwassenen. Om iedereen wat vaardiger te maken in het dagelijks leven met zijn rolstoel. En op dat event was ook WCMX. En ik zag dat en ik had zoiets van ja, wauw, dat dat hier ook in Europa kan. En ja, dat zou ik heel graag willen doen. En vanaf die dag is eigenlijk ook gewoon een mentale knop omgegaan van als hun dat kunnen, dan kan ik dat ook. Vanaf dat moment heb ik eigenlijk alles op alles gezet om ja, mijn eigen sportrolstoel ja, te bemachtigen. En oh, nee, geluid uitzetten. Ik ben gewoon begonnen met een dagelijkse rolstoel in het skatepark. Ja. Daar was de gemeente en zo is daar niet zo blij mee, want de rolstoel werd verstrekt vanuit de WMO. Dus er waren heel vaak reparaties, onderhoud en dat soort dingen. In 2017 heb ik mijn eigen sportstoel laten bouwen. En toen is eigenlijk de hele ja, circus is begonnen. En dat is uiteindelijk de hobby's uitgelopen tot wat ze nu zeggen topsport. Hey, en voor jou, wel even voor de luisteraars ook. Wanneer Olympisch, denk je? Nou ja, ik hoop dat ja, binnen een aantal jaar toch wel ook op de, ja, de Paralympische Spelen wordt geïntroduceerd. Ja, want voor iedereen heel even, hè, je ziet dat de urban sports, waar ook jouw WMC onder valt, steeds populairder aan het worden is. Hè? Ja, Skateboard, klopt. BMX, freestyle, et cetera, komt erin. Dus nou, weet je, ik hoop dat ik over een jaar of over 2 jaar nog een keer zo'n inspiratiesessie mag doen. Dan word ik wel steeds ouder, maar dan hoop ik dat er weer anderen klaarstaan. Maar dat we hier ook met een Ja. Paralympisch kampioen gaan spreken. Kevin, dankjewel voor jouw Ja, bijdrage. dankjewel. Top, Top, fijne avond nog. dankjewel. Doei. Ja, en nou, ik zie dat we nu al bijna een klein half uur hebben voorgepraat. Ik heb al aangegeven dat ik toch altijd wel veel aan het woord ben. Ja, ik vind het zelf altijd mooi om de verhalen, met name ook van Paralympische sporters, ook te horen hoe zij uiteindelijk om zijn gegaan met tegenslagen. Ik heb die ook gekend, maar uiteindelijk ben ik blij dus dat ik uiteindelijk ben doorgegaan. Ik zie dat er nog wel een paar bekenden van mij hier in deze inspiratiesessie zitten. Volgens mij moest ik ook gewoon nog vragen of er nog vragen zijn. Dan kreeg ik dat gewoon netjes door van Yves, die bij Bramensport de dingen zo voor ons regelt. Nee, wat ik mee wil geven aan iedereen is dat uiteindelijk ook in deze tijd, ik geloof er altijd in dat je naar kansen moet kijken.
En hoe moeilijk dat soms ook is, hè? Neem bijvoorbeeld de horeca op dit moment, wat natuurlijk veel over te doen is. De kappers die gelukkig uiteindelijk open gaan. Ik ben, nou, ik zal niet zeggen waar ik uiteindelijk naar de kapper ben gegaan, maar je moet toch altijd wel in oplossingen denken. En dat heb ik ook altijd gedaan in mijn carrière. En niet alleen in mijn carrière, maar uiteindelijk ook in mijn privéleven. Dat ondanks dat het soms hartstikke zwaar is, dat je toch moet kijken of je uit die zware momenten ook nog positieve dingen kan halen. Dat heb ik toen gedaan bij het Nederlands Elftal. Dat heb ik ook gedaan na het overlijden van mijn broer. Heb ik ook gedaan uiteindelijk nadat ik zwaar geblesseerd raakte. Dat ik een scootmobiel ging huren om uiteindelijk zo snel mogelijk naar de fysio te kunnen. Nou, van dat soort dingen. Ik denk dat we het hier vandaag bij moeten laten. Ik hoop dat ik jullie met mijn verhaal een klein stukje heb geïnspireerd in deze toch aparte tijden. Wat meer positiviteit nog. Wat motivatie, wat inspiratie. Nogmaals vanuit mijn kant, dank voor de bijdrage van Sanne Voets. En ik krijg gewoon een verzoek. Oh, nee, in ieder geval geen verzoek. Dat wij hebben kunnen bijdragen daaraan. En hopelijk tot de volgende keer. Blijf allemaal Brabant Sport volgen. Daar zijn we ontzettend mooie dingen aan doen. Zo zijn we met de sporters die we net zagen, Sanne Voets, maar ook een Marianne Vos, ook een Twan van Gent, een Harry Lafrijzen, zijn we aan het kijken hoe we komend jaar de kinderen in Brabant kunnen inspireren en motiveren om te gaan sporten of te blijven sporten. Want we zien dat dat ontzettend belangrijk is, zeker in deze tijd waarin niet veel mag. Blijf ons volgen, blijf ons steunen, want uiteindelijk hoe meer volgers, hoe meer mensen Brabant Sport kennen, hoe groter we kunnen worden en hoe meer we Brabant uiteindelijk sterk kunnen maken door sport. Want Brabant sterker door sport is uiteindelijk de slogan van Brabant Sport. En ik ben er in ieder geval trots op om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. En ik was blij om jullie vandaag te inspireren en hopelijk ook te motiveren om toch door te gaan in deze moeilijke tijden. Dankjewel.